Goedendag, een grijze dag was het vandaag. Veelal zag het er zo uit. Een wolkenband boven Nederland. En dat zorgde voor een grijs weerbeeld. Wel droog, die bewolking is niet heel erg dik, maar wel uitgestrekt. Op de satellietfoto kunnen we ook zien dat het grootste deel van Europa te maken heeft met die bewolking. Ook stroomopwaarts ligt die bewolking. En dat betekent komende avond en nacht dat die bewolking gewoon blijft overheersen. Morgen dan krijgen we vanuit het noordwesten later op de dag wel te maken met regen. Die komt vanuit het noordwesten opzetten. In de avond gaat die over het land trekken, een deel van de nacht ook. En in het zuidoosten gaat misschien wel wat natte sneeuw vallen. En dat betekent dat het daar lokaal glad kan worden. Misschien wordt het zelfs wel een beetje wit in Limburg. Ik sluit dat niet helemaal uit. Ja, vanavond veel bewolking en temperaturen over het algemeen iets boven het vriespunt. Dat zal vannacht ook zo zijn. Daar waar het wel opklaart, een enkele opklaring, dat blijft mogelijk. Dan kan er wel mist ontstaan en kan de temperatuur ook onder het vriespunt gaan dalen. Er staat nauwelijks wind vanavond en vannacht en dat geldt eigenlijk ook voor morgen overdag. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 1 tot 4 graden en er blijft veel bewolking aanwezig. Zoals gezegd, in de avond vanuit het noordwesten die regen die over het land trekt. En mogelijk gaat dat in het zuidoosten dan ook voor wat winterse neerslag zorgen. We hebben daar een kaartje van gemaakt. Mogelijk dat er dus sneeuw valt in Limburg met name. Kan 1 tot 3 centimeter vallen als het allemaal gaat zoals het nu in sommige weermodellen zit. Want er zijn al wat weermodellen die regen gewoon wat verder laten komen. Temperaturen hier overigens rond het vriespunt aan het eind van de avond, begin van de nacht. Mogelijk dat als er regen valt het dan ook glad kan worden. Het is wel iets om even goed in de gaten te houden. En dan de dagen erna. Nou, eerst donderdag nog eventjes. Temperatuur dan een stuk hoger, 6, 7 graden. Veel bewolking, maar toch ook wel wat ruimte voor de zon. Zeker in het westen en noorden van het land. In Limburg blijft dat front een beetje slepen. Dus dat zorgt dan voor wat regen of eerst misschien nog natte sneeuw. En de dagen erna is het toch wel overwegend droog weer. Met af en toe wat zon, maxima rond de 5 graden. In de nachten een paar graden boven nul. Soms onder nul als er wat meer opklaringen zijn. En op maandag kunnen er dan weer een paar buien gaan vallen. Nog fijne dag.